Hey, ik ben Lotte en je kijkt naar de allerlaatste aflevering van dit seizoen achter de schermen van Design Droom. Het was een feestuitzending, want de winnaar is inmiddels bekend. En ik neem je graag mee naar de boxen voor alle tips van de designers. De finale aflevering stond helemaal in het teken van keukens. Ben je nou ook op zoek naar een keuken? Houd dan rekening met hoe je je keuken plant. Het is daarom belangrijk dat je rekening mee houdt hoe je je voedsel bereidt. Eerst pak je je eten uit de koelkast. Je spoelt je eten af. Je snijdt het. En je gaat koken. En nu we het toch over de indeling van de keuken hebben, het is goed om na te denken wat je waar in welk kastje doet. Zo plaats je je waterglas dicht bij je kraan. Die gaat vervolgens makkelijk in de vaatwasser. En is je vaatwasser klaar en wil je makkelijk uitruimen, zorg dan dat je servies dichtbij is, zodat je niet zo ver hoeft te lopen. Georgia heeft voor haar witte kast in plaats van de standaard witte deuren juist gekozen voor zwarte deuren. Wat helemaal de trend van nu is met de stalen frames. En het mooie is, dit is een eyecatcher in haar interieur, maar ze heeft wel gekozen voor de wand en de trap in één kleur, waardoor dat een heel rustig element wordt. Hielke heeft onder zijn werkblad gekozen voor ruimte waar hij nog een trolley kwijt kan, die je makkelijk bij kan pakken als je gaat koken. De designers hebben allebei deze loze ruimte gebruikt om er een barretje te plaatsen. Wil je in de wintermaanden juist een ander sfeertje dan in de zomermaanden? Kies dan voor stoelen met verwisselbare hoes, zodat je kan veranderen van kleur. Dit waren echt de allerlaatste tips van Design Droom 2018. Wil je toch nog meer wooninspiratie? Abonneer je dan op ons kanaal.